ga je wijzigen? Nou, ik heb geleerd van Mark Lammers, waar ik goed contact mee heb. Die zeggen altijd, ever change a winning team. Dus het kan zo zijn dat er wel wat gewijzigd wordt naar aanleiding van afgelopen zondag. Maar dat het hoeft niet, per se. Het stond goed, toch? Ja, zeker. Het leek de juiste formule. Ja, nee, maar dat is een momentopname. Ik bedoel, we hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Roda. Dat klopte, maar dat werd ook wel een klein beetje natuurlijk geholpen door die hele vroege voorsprong. Ja, dat doet ook iets met een ploeg. En ik vind dat we dat zeker goed gedaan hebben. En, dus dat is mooi. En, maar dat is afgesloten, want morgen alweer Willem II. Maar je neemt toch wel een snufje van die euforie mee? Nou, ik moet zeggen, we hebben weinig tijd gehad om er even van te genieten. Bij mij hield het eigenlijk al meteen alweer op, omdat je die uitslag dan ook nog krijgt van Twente. Daar baalde ik eigenlijk wel een beetje van. Tegen Go Ahead, dat vond ik jammer, niet verwacht ook. Dus dan, dat was een klein beetje een domper, vond ik. Maar dus je gaat ook alweer natuurlijk, zeker ook in het einde van de wedstrijd, ben ik alweer met de volgende bezig. Want eigenlijk alle drie de wissels zijn gemaakt uit voorzorg. Dus dat geeft al aan dat je nog niet eens zoveel tijd hebt om daarbij stil te staan. In hoeverre speel jij deze week uit anders dan thuis? Nou, het heeft soms ook met tegenstander te maken natuurlijk. Maar de intentie die we hebben, die is ook wel daar natuurlijk om wedstrijden te winnen. We hebben er nog 6. Nou ja, dan moet je denk ik in al die wedstrijden spelen om te winnen. En, dus ja, je wil ook naar voren. Je wil ook in de 16 komen. Dus de gedachte is niet zo heel veel anders. En de opvatting van hoe je... Dus de opvatting ook niet. We willen graag... je hebt met Mike gespeeld nu. Dat geeft je iets meer de kans om wat eerder de lange bal ook te spelen. Dus wat opportunistischer soms met mensen die dan bijsluiten. Dat is een wapen wat je erbij hebt met Mike in de spits. De competitie onderin lijkt breder te worden, hè? Want ook plek 13 en 14 gaan nu meedoen voor de degradatieplaats. Ja, die hebben we erbij getrokken. Hè? Want dat was natuurlijk het positieve van het weekend, dat Roda verliest. Nou, dat hebben we zelf gedaan, maar dat ook Sparta en NEC en Excelsior, ben je op 2 punten op ingelopen. Dus de rest van de uitslagen was eigenlijk prima. Maar ja, goed, ik heb al steeds gezegd, je moet toch voornamelijk naar jezelf kijken. En het heeft niet zoveel zin. Hulp hoeven we niet te verwachten van niemand. Dus we moeten het echt helemaal zelf doen. En daar zijn we mee bezig. Want de laatste 5 wedstrijden pakken we 8 punten. Met een vrij lastig programma. Dus dat is goed. En hebben we alleen een domper onderweg gehad in Alkmaar. Dat wordt een incident genoemd. Zijn je aanvoerder zojuist ook? Ja, dat noem je dan zo, want dat geeft ons dan een beter gevoel. Maar daar hebben we gewoon niet goed gedaan. En wat daaromheen zit, een serie wedstrijden, hebben we het heel aardig gedaan. En heeft ook resultaat opgeleverd. In hoeverre is Roda dan geen incident? Ja, Roda was hier gekomen ook natuurlijk met dezelfde bedoelingen als wij. Die wilden ook winnen. Maar daar zag je het knakken na een hele korte tijd al. En dat was fijn voor ons. Maar ja, zij zullen dat ook ervaren hebben als een enorme teleurstelling. En zo werkt het nou eenmaal. Als je onderin speelt, is elke wedstrijd natuurlijk weer belangrijk.